Hallo beste mensen en welkom terug bij het kijken van een nieuwe video. En vandaag gaan we... Wacht. Nee! Shit! En ik had er zo lang over gedaan. Hallo beste mensen en welkom terug bij het kijken van een nieuwe video. En vandaag heb ik een soort van mechanisme gemaakt wat ervoor zorgt dat je TNT-explosies terug kan draaien. En ik heb mijn huis laten ontploffen, zoals je ziet. En ik zal even demonstreren hoe je het terugdraait. Nou, je pakt hier dit spawnhek en dan plaats je gewoon op de grond. En dan is je huis hersteld, of wat je dan ook hebt gebouwd. Laten we nu gaan kijken naar de redstone. Allereerst is er een armor stand. Deze armor stand heet TNT. Hij heeft de Marked Zack. Hij is onzichtbaar en invulnerable. En deze armor stand wordt de hele tijd geteleporteerd naar een TNT-entity. Er is ook nog een objective met de naam Fuse. En de score voor alle TNT-entities voor datzelfde objective wordt verzet naar 1 als ze op het punt staan om te ontploffen. Daarna voeren we een commando uit op alle TNT-entities waarvan de score voor Fuse 1 is. En dat commando zal het gebied om de TNT-entity heen hier naartoe klonen. Oké, dus nu is de TNT ontploft, maar wat nu? Nou, dit is een spawnhek. Ja, no shit. Maar ik zal even de truc vertellen. Als je een spawnhek een andere naam geeft voor een endwil, dan zal je het dier spawnen met de naam van het spawnhek. Dus als ik hem wortel noem, dan zal ik een kip spawnen met de naam wortel. Deze truc gebruik ik in dit commando. Het spel zoekt voor kippen met de naam Reverse TNT en voert daar een commando op uit. Dat commando is een execute commando op alle armor stands met de naam TNT. Dat is diezelfde armor stand die de hele tijd wordt geteleporteerd naar een TNT entity. Het commando wat wordt uitgevoerd op die armor stand is een clone commando. Het zal dit gebied weer terugklonen naar de armor stand. De rest van de commandoblokken vond ik pittig optioneel. Dus deze zorgt voor particles. Voor een grote explosie. Dat lijkt een beetje alsof die explosie teruggebruikt wordt. En hier heb ik een play-sound commando gedaan. En dat speelt een geluid af. Het speelt het geluid af dat wordt afgespeeld als een torch uitbrandt. En als laatste hebben we hier ook dit commandoblok. En die doodt alle items. Dat heeft het gevolg dat als de TNT ontploft, dat er niet allemaal items rondzwerven. En dat die er dan nog steeds zijn als het is hersteld met Reverse TNT. Dus dat was het beste mensen van vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Je kan de wereld downloaden in de beschrijving. Als je het leuk vond, vergeet dan niet te liken, te reageren en te abonneren. Tot de volgende keer. Yay. Oh shit.